Hallo Parkstad, ik ben Erwin. Ik ben in Landgraaf en Landgraaf bruist. Zo heet dit evenement. En wat is dat nou? Nou, er zijn harmonieën en fanfares die muziek spelen live op straat in het openbaar. Nou, dan moeten we natuurlijk even gaan luisteren. Evenement waarmee we onder andere de blaasmuziek willen promoten in het Landgraaf. Het is een samenwerkingsverband van de diverse muziekverenigingen, allemaal blazers, fanfaren, harmonieën, die vandaag hun muzikale talenten onder andere ten gehore brengen. Het gebeurde allemaal binnen de bekende muren en werd nauwelijks naar buiten gegaan. Alleen bij een processie, bij een kermis en dergelijke kwam de fanfare of de harmonie op straat. Nou, we willen op deze manier naar buiten komen, naar de mensen toe en duidelijk laten horen wat een fanfare of een harmonie ook kan zijn. Wat ze allemaal kunnen laten horen, kunnen laten zien. Hallo dames, mag ik er even tussen? Natuurlijk. Ja? Ja, ik vroeg me namelijk af... Oh, halsbrekende praktijkje weer. Ik vroeg me af, komt u nou om te winkelen of komt u om te genieten van de muziek hier? Ik ben zo straks wezen winkelen en nu zit ik hier de zomerboodschappen van de muziek te genieten. Viool, is dat nog wel van deze tijd? Is dat niet een beetje ouderwets? Nou, als je net hebt geluisterd, is viool zeker van deze tijd. Ze speelden een blues, dus we proberen natuurlijk naast de klassieke opleiding ook wat moderne muziek te doen. Zo spelen ze met play-along cd's mee en proberen ze ook hun eigen muziek een beetje te promoten. Dus het is niet alleen maar klassiek, maar we proberen ook de eigentijdse muziek een beetje onder de aandacht te brengen door middel van meespeeld cd's, zal ik maar zeggen. Voor elke stijl is er iets. Zowel de klassieke, we hebben een klassiek vioolensemble, maar je kunt ook Ierse muziek spelen of andere volksmuziek waar die viool toch een prominente rol heeft gekregen, denk ik zo in de muziek. Ja. Vindt u het echt leuk? Is het iets wat ieder jaar terug moet komen? Nou, daar hadden we het net over, dat het eigenlijk zo jammer is dat het zo sporadisch is. Hè? Ik ben al heel oud en vroeger had de Staatsmijn Hendrik en er was een muziektent daar. En dat was iedere zaterdagavond, bijna iedere zaterdagavond, de uitvoering. Dus je was altijd wel waar je naartoe moest gaan. Moet dat dan meer terugkomen, klassieke muziek? Of ja, klassiek, dus hè, Mars ja, muziek. Het hoeft niet iedere week, want dan heb je weer andere dingen te doen. Maar dit is wel leuk. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we nog even genieten. Deswijze het Parkstad heeft nu ook een Facebookpagina. Dus ga naar facebook.com/deswijze en like. Sorry? Wat zei je nou? Ik verstond u niet. Je mag niet kletsen, niet lachen als je klets. Ik mag niet lachen als ik klets. Waarom mag ik niet lachen als ik klets? Ik ben een heel vrolijk mens. Ja. Laat de focus maar staan op hier. Ik stop hier weer. Hè. En dan komt hij. Nou, we komen net daaronder op de kant vandaan. En dat was dat vioolconcert. Dat was mooi, hè? Vond de cameraman toch ook mooi? Ja, dat was mooi. Daar heb ik weer zo'n gevoel, zou ik zelf ook voor jongens spelen, maar het lijkt me moeilijk. Het is net zoals in Titanic, heb ik ook dat mooie stuk. Ja, dat... Maar goed, we gaan verder. Ik zie namelijk achter mij djembe's staan. Dat zijn van die trommels uit Afrika, weet je wel. Dat klinkt altijd zo lekker exotisch, lekker warm, het zonnetje. Ik ga dat eens uitproberen. Ja, dames en heren, dit is zover. Vioolspelen gaat niet lukken, dus ik heb mijn trommeltje erbij gepakt. Hè. Ik ga maar eens wat slaan. Ik ben benieuwd hoor, wat eruit komt. Daar ga ik. Ja, fantastisch. Ja, ik ben wel geslagen, denk ik. Nou, tot de volgende keer. Nog een keertje? Ja, ja, ja. Ik speel gewoon maar even mee. Hè.
was mijn solo stukje. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk dit. Ik denk dat ik thuis ook aan ga schaffen. Ik ga alvast mijn buren bellen. Nou, dit was Parkstad voor deze week. Tot de volgende keer.